Johan, we staan aan de vooravond van het WK. De vraag is dan, wat verwacht je ervan? Nou ja, als je kijkt naar hoe we gepresteerd hebben het afgelopen seizoen, nou ja, dan zou je alleen maar tevreden kunnen zijn met een stuk of 3-4 medailles. En dan ook nog eens 3 medailles van een gouden kleur. Dan is het voor jou wel lekker makkelijk eigenlijk als bondscoach, denk ik, of niet? Nou ja, zeker. Het is prettig om zo aan de start te verschijnen met een aantal favorieten. En het gaat ook prima. Dus iedereen is gezond. Iedereen heeft goed gewerkt. Dus ik heb er best vertrouwen in. Op alle vlakken doen we het heel goed. Maar bij de elite, daar is het wat minder. Hè? Lars Boom doet niet mee. Moeten we hopen op een top 10 plaats? Nou ja, top 10 of tussen de 10 en de 15. Kijk, natuurlijk, het is jammer dat we niet mede zullen doen om de echte prijzen, om de medailles. Maar ik kan ook voldoening hebben dat iedereen naar behoren heeft gepresteerd. En misschien net eventjes een tikkeltje beter. Als we zondagavond terugkijken, wanneer ben je dan tevreden? Nou, als we 3 medailles gehaald hebben, dan ben ik best wel tevreden. En als het uiteindelijk een aantal gouden medailles zijn, ben ik zeer tevreden.